Welkom bij Café Weltsmerts. Het enige café waar je nu en altijd welkom zult zijn, ongeacht de kleur van je haar, de kleur van je sokken of de kleur van je QR-code. Bij mij aan tafel zit de oprichter van de andere krant, Sander Companier. Sander, welkom. Bedankt. Leuk dat je er bent, want je hebt ja. groot nieuws. Ja, best wel. Vertel, ja. wat gaat er aanstaande zaterdag 9 oktober gebeuren? Ja, vanaf komende zaterdag is de andere krant uh, een officiële weekkrant. Dus zaterdag komt onze eerste nieuwe editie uit. Onze veertiende krant die we ooit hebben uitgegeven. Twaalf ja. eerdere edities en een aantal herdrukken later... En een uh, dummy voorbeeldkranten die we hebben uitgegeven in de nieuwe huisstijl. En vanaf zaterdag gaan we iedere week uh, uitgeven dus de uh, pressure is on. Het wordt, ja, 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 wordt ja, nu ja. echt druk. Uh, het het spel is op de wagen. Ja, ja, we ja, ja, gaan, we ja, gaan nu voor het echt. Ja, ja. hey, er is nog iets uh, aanzienlijk veranderd. Ik, uh, ik ken jullie uh, misschien niet alle, alle voorgaande, maar wel veel. Uh, dat waren altijd themakranten. Klopt. Dat zie ik hier niet in terug. Nee, we zijn begonnen als themakrant, maar we zijn ook natuurlijk begonnen met het idee van we willen dat publiek debat verbreden en we willen uh, onderwerpen waarvan wij denken, daar gaat het niet over, of daar gaat het heel eenzijdig over. Die wouden we brengen. Mm -hmm. Nou, dat hebben we gedaan middels twaalf themakranten. Maar afgelopen jaren hebben we... Ontdekt en gevonden dat het tijd werd om de volgende stap te gaan maken. En het nadeel van een themakrant is dat zodra wij die krant hadden uitgegeven. dan kregen we heel veel reacties van mensen, informatie. Ze dus hadden we eigenlijk nog een themakrant op hetzelfde ja. thema kunnen vullen. Ja, ja, ja. ja, ja. En um, nou ja, het was voor ons een hele goede manier om te beginnen. maar uiteindelijk willen we echt een alternatief gaan creëren. voor de reguliere kranten zoals die bestaan. Ja. En dat kan niet met een themakrant, dat kan alleen met een meer reguliere krant. En vandaar dat we nu gewoon iedere zaterdag een krant gaan uitgeven. die het hele spectrum van thema's zal hebben. Dus het zal over alle thema's gaan. zoals die eerder in onze themakranten krant Kun je, je er een paar benoemen voor, voor wie jullie nog niet kent? De eerdere kranten die we hebben ja, uitgegeven. Een aantal thema's die verkerend ja, zullen zijn. Kijk, we zijn begonnen over Rusland destijds. Dat was in 2018 al. Hè. Toen net na het Oekraïne-referendum. En toen werd er een heel uh, eenzijdig beeld van Rusland geschetst. Nog steeds, hè. maar toen ook al in de media. En dat hebben we willen nuanceren, dat beeld. Uh, sindsdien hebben we het financiële, een financiële krant uitgegeven. Nou, dat zal terugkomen. We zullen economiepagina's hebben. We hebben nog een thema nummer over Latijns-Amerika, meer geopolitiek uitgegeven. Dat ja. zal terugkomen. We gaan een aantal pagina's over gezondheid vullen. Daar hebben we ook een themakrant over uitgegeven. Redelijk actueel lijkt mij. Ja, en we gaan uh, veel ruimte geven aan de onderstroom die op dit moment in de samenleving gaande is. Waar ik heel veel van meekrijg, maar heel veel mensen niet. Heel veel mensen zijn verbinding aan het zoeken. Er zijn, worden initiatieven gestart van. Uh, andere manier van uh, voedselverdelingen, mm -hmm. voedselcoöperaties, nieuwe geldsystemen, scholen. Yeah. Dus heel veel mensen zijn heel drukdoende: hoe kunnen we nu structureel verandering teweeg brengen in onze samenleving. Hè, waarbij het niet meer ten koste gaat van de een. Hè, het leven niet meer ten koste gaat van de ander. En daar gaan we ook heel veel aandacht aan geven. Dus in onze krant kunnen mensen ook heel goed meelezen. Straks, week op week: van hey, wat gebeurt er allemaal? Welke mm. initiatieven zijn er? Waar zijn de initiatieven? Waar kan ik me misschien aansluiten? Um, ja, verder gaan we het over uh, nieuws. We gaan niet te veel over de politiek hebben. Het krakeel van de po dagelijkse politiek zullen we minder brengen. Maar wel het eindproduct van de politiek. Hè. We hebben het, uh, de wetgeving die eruit voorkomt. Ja. Het gaat al een half jaar over de formatie. En tussendoor worden er ook heel veel wetten aangenomen, goedgekeurd de hele tijd. Die heel veel impact op ons hebben. Ja, door een ja. demissionair kabinet. Door een demissionair kabinet op dit moment. En nou, daar zal het over gaan. Um, ik mis nog één thema waarvan ik hoop dat jullie er toch aandacht aan gaan besteden: de media. Daar is een themakrant van verschenen, de Vaderlandse Krant, ja, ja, klopt, ik klopt. Ga ik daar iets van terugzien? Gaan jullie... Ja, we gaan maar meer impliciet, denk ik. Hè, doordat wij, wij hebben met de twaalf kranten die we hebben uitgegeven aangetoond dat er een grote discrepantie is tussen uh, het verhaal wat wij vertellen en waar wij op de feiten ook nooit gecorrigeerd zijn. Hè. We zijn hmm. naar die twaalf edities. Um, ik heb een keer een fout gemaakt in het hoofdredactioneel. Nou, laat ik die fout allemaal maken. <laughs> ja. hè. Ik, ik had de IFR van COVID wat te laag uh, beschreven, een comma fout gezet. Maar verder zijn wij nooit op de inhoud aangesproken nee. en ja, dat is impliciet natuurlijk het verhaal wat wij hebben. Hè. Dat, um, het verhaal wat wij brengen is heel anders dan dat wat mensen tot zich krijgen wanneer ze de reguliere media lezen. En het is wel allemaal gestaafd. dus ja. is allemaal op basis van feiten. Verder ja. hebben we een tweede katern. We hebben onze krant al 24 pagina's gaan beslaan. Een eerste katern waar het echt over de verschillende nieuwsitems gaat. En een tweede katern waar ruimte is voor opinie, essay, verdieping, uh, lezersbrieven, een langere interview. Ja, dus, um, Dit klinkt als een hele operatie. En ik kan me zo voorstellen dat je dat niet uh, uh, elke week met een uh, handjevol vrijwilligers aandurft. Dus hier moet een team achter zitten. Ja, we, het heeft ook best even geduurd. De eerste aankondiging van dat we dit van plan waren, die stam denk ik van juni. Juni hebben we wereldkundig gemaakt, of zijn we begonnen met wereldkundig maken van we gaan dit doen. En we zijn nu. Uh, nou, drie, vier maanden verder, en het is eindelijk zover. Ja. Want. Eén keer zo'n krant uitgeven, dat is ook nog wel te doen. Maar iedere week opnieuw die krant uitgeven, daar hebben we inderdaad een team van nodig. En ons uitgangspunt is, we zijn een professionele organisatie. We kunnen niet iedere week een krant maken met vrijwilligers, dat willen we ook niet. We willen de professionals die zich aan ons binden, die willen we ook gewoon uh, vergoeden. En in het begin zal het best bescheiden zijn, maar uiteindelijk gewoon marktconform voor wat ze doen. En nou, we zijn heel blij, we hebben Karel Beckman bereid gevonden om als hoofdredacteur te gaan uh, functioneren. Nou, dat is een bekende van ons, die dat heeft hier precies. een goede tijd uh, mooie dingen gemaakt. Ja, ja, en Karel die heeft zijn uh, sporen verdiend hè, in de geprinte media bij het Financieel Dagblad vroeger... en hoofdredacteur geweest van een aantal bladen. Dus Karel gaat leiding geven aan de redactie en we hebben een kernteam van uh, zes man... Um, en Elsa van Hamelen, die gaat uh, geopolitiek. En uh, ja, mensen en macht noemen we die pagina's. Hè, van Wat wordt er nu allemaal over ons uitgestort. Ik ben gek op alliteratie. Ga door. Mensen en macht. Veel meer dat, mee, dat is het mooie titels. Ja, dat is wel het mooiste waar oh. we nog blijven mee waren. <laughs> het moet ook herkenbaar blijven. Ja. Kijk, geopolitiek twijfelen we ook over. Maar. Mensen snappen wel wat we bedoelen als we geopolitiek boven die pagina schrijven. Ja. En we hebben natuurlijk die twaalf kranten met een melee aan auteurs en journalisten samengewerkt. En al die mensen nou, die gaan opnieuw met ons samenwerken, maar dan wanneer er iets relevant is op ja. hun op hun kennisgebied, op hun thema. Dus een Erik van der Beek zal terugkomen. Wanneer het over klimaat gaat, dan hebben we een Peter Baten, Marcel Krok... die uh, ons gaat helpen. De financiële pagina's, daarbij worden we geholpen... door uh, Sander Boon en Frank Knopers van GeoTrendlines. Dus we blijven de samenwerking zoeken, zoals we in het begin ook gedaan hebben... met alle verschillende kennisdragers. En zelf hebben we een team van nou, een aantal kernleden... een groter vormgevingsteam natuurlijk. Want um, nou, die moeten we tegenwoordig ook iedere week uh, aan, aan de bak. bak. Ja, met de nou, in Pre <laughs> Precies, dus we zijn nu bezig om... Uh, gisteren de sleutels van ons pand gekregen. Dus we hebben een kantoor tegenwoordig bij de andere krant. Ja, het is allemaal net echt. Het wordt net echt, ja. ja. Het wordt net echt. Uh, je vertelde mij dat er uh, uh, elke zaterdag dus uh, de krant, de papieren editie, ja. elke vrijdag voorafgaand... Gaat er ook iets leuks ja. plaatsvinden? Ja, vanaf uh, komende vrijdag starten we daarmee. Dan gaat uh, de andere kant podcast uh, voor het eerst uh, verschijnen. En iedere vrijdag gaan we een podcast opnemen. waarin we gaan voorbeschouwen op de krant die een dag later gaan komen. Uh, onze intentie is ook echt om nieuws te gaan brengen. Dus het, de krant is echt een journalistiek product. Dus we zullen heel veel onderwerpen gaan raken. maar allemaal uh, met een journalistieke inslag. En ja, nieuws is ook datgene wat de mensen nog niet weten. Hè? Dus niet alleen de actualiteit najaag. Maar het is, zal ook zijn dat we zelf onderzoeksjournalistiek gaan bedrijven. We ja. zullen, ik ben ervan overtuigd dat we af en toe een voorpagina gaan brengen. die echt spraakmakend gaat zijn. Scoops. Scoops willen we gaan brengen. En um, daarom willen we ook gaan samenwerken. En optrekken met uh, nou ja, de andere uh, spelers in de vrije media. Die op dit moment een professionaliseringsslag aan het maken zijn. Uh, zoals jullie, Gezond Verstand, Blackbox, Blauwe Tijger. En um, vrijdag komt dan de Audiokrant uit. Dus de Andere Krant podcast. En uh, dat is een voorbeschouwing. Daar zal een auteur, een journalist aan het woord zijn. die een belangwekkend verhaal heeft. Een column die misschien als spoken word uh, gedaan zal worden. En iedere woensdag, en dat begint vanaf volgende week, gaan we ook een vlog uh, presenteren. En dat is de andere ondernemer. Want heel concreet, hè, we, heel veel mensen zijn... Zo, zo gaat die heten? De andere ondernemer? Ja, ja. Oké, okay, ja. sorry, ga verder. Ja. Heel veel mensen zijn natuurlijk aan het zoeken van hoe kunnen we nu de wereld herscheppen. Nou, dat is een... Ontzettend grote opgave, waar we toch heel veel mensen voelen dat we daar samen voor staan. Mm -hmm. En tegelijkertijd zijn er al heel veel ondernemers die op een hele mooie manier aan het ondernemen zijn, waarbij ze niet ten koste van anderen, niet ten koste van de omgeving, het milieu, de natuur, um, hun producten aan de man willen brengen. En um, daar willen ze willen, willen ook licht op laten schijnen, zodat mensen ook daar geïnspireerd ja. door kunnen worden. <tus> Dus het wordt een iets meer, we worden multimediaal. Ja. Dat, uh, dat, dat lijkt. Uh, druk, audio en video. Ja. Maar bij de krant natuurlijk echt de, de, de core business. T, ja, precies. Dat is de kern van wat we doen. Afgelopen zondag uh, was de demo in Amsterdam. Ja. Uh, de, het was, het was uh, niet echt weer om met papier uh, kranten over straat te lopen, maar dat heb je wel gedaan. Nou ja, wij stonden bij de stadhouderskade. We hadden uh, op de dam een aantal mensen en twee bakfietsen met kranten. En wij stonden met ons team van de redactie. En, uh, de mensen daaromheen, hè, de vormgeving, eh, administratie, stonden bij de stad schade En toen de stoet bij ons kwam, toen werd het droog. <laughs> dus wij Precies hebben... het goede moment Precies, om de, hebben... de zijde eraf te halen. Ja, dus we hebben een uur en twintig minuten. Dat is ook een aparte beleving, dat er in een keer die meute aan je voorbij komt. Dat is fantastisch om te zien Je trouwens. hebt ze vast niet allemaal een krant kunnen geven. Nou, we waren met veel mensen hè, en ik stond een beetje achteraan. en Heb ik al, was het meest gehoorde ja, ja. ja. wat ik kreeg. Nee, die heb ik al. Ja. Dus eh, we hebben weinig mensen gemist. Denk ik. iedereen die het krantje wilde krijgen en het was dus deze acht pagina tellende uh, ja heel onerbiedig dummy krant maar waarin we ons plan uit de doeken doen onszelf ja. nog een keer verantwoorden van wat is nu onze intentie met deze krant waarin we uitleggen met wie we allemaal samenwerken kijken we hebben de binnenplaat ja Laat ik, weet maar dus even zien. Kijk, ik weet niet of je weet de camera 4 houdt kijk dus dit zijn alle mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij onze krant een hoop bekende gezichten. Veel bekende gezichten, inderdaad. Ook wat onbekendere gezichten. En ook mensen die. Um... Nou ja, die op de achtergrond meer helpen, zeg maar. Dat is super, ook super waardevol, natuurlijk. En. Um... Nou ja, dat was voor onze kick-off. Deze week uh, gaan we, als het goed is, vanaf vandaag zijn we ook zichtbaar op internet. We hebben, er komen banners op uh, nieuwsites. Uh, als mensen op telegraaf.nl komen, hopelijk gaan ze dan ook zien, we nu lid van een andere krant. En hopen dat ze dat niet uh, ja. opzij drukken bij de Telegraaf? Of valt dat ja, en nee. of de Telegraaf het accepteert. Dat dat gaan we, dat, ja, ja, dat, ja. Zij kunnen dat gaan blokken, hè. dus ja, dat, ja. dat wachten we dat rustig ik af. Ik ben heel benieuwd. Ik, ik heb nog wel een brandende vraag. Ja. Uh, want, oké, okay, hij ligt hier bij mij op tafel nu, dus ik, ik heb een makkie. Um, de thema-edities werden nog wel eens huis en huis verspreid. Ja. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Nee, nee. Hoe kom ik of hoe komt men aan de andere krant? Nou, het model is echt, we kunnen het alleen op een professionele manier doen. Hè. Dus uh, we hebben inkomsten nodig. Um, iedereen die zich tot en met morgen abonneert, die heeft komende zaterdag de eerste editie in de bus. Uh, tot en met morgen is op het moment van opname woensdag uh, 6 oktober. Mm -hmm. En we zijn op dit moment bezig met het opzetten van een verkoopkanaal. Uh, Um, we hebben nu rond de 50 winkels, we hopen nog tot en met zaterdag tegen de 100 winkels te hebben. Die zullen publiceren op onze website. Daar kunnen mensen dan met een uh, postcode een soort shopfinder, een uh, winkel locatiezoeker, postcode invullen. Goed. En dan krijgen ze de, de winkel waar de krant te koop is. Uh, de website is deanderekrant.nl. De andere krant, ja. ja. De andere krant.nl. En we hopen vooral dat zoveel mogelijk mensen zich willen abonneren. Want die steun hebben we echt nodig. Ja. Uh, op die manier kunnen we echt iedere week uh, gaan produceren en nou ja, de redactie iedereen met wie we samenwerken, um, aan ons binden. Dan heb je de podcast en de vlog. Kan ik die ook vinden via jullie website? Ja, ja. gaat allemaal op onze website gedeeld worden. Um, en verder ook via onze socials zullen we dat delen. Kijk, als Facebook, die doet het vandaag weer, geloof ik. Hè? Ik, heb, ja. uh, ik, ik, ben, ik ben geen Facebooker, dus ik kan er niet over meepraten. Nou ja, wij dachten gisteren, we hebben een heel mooi filmpje gemaakt. Dus gaat dat zien op onze website of uh, op onze Facebookpagina of Instagram. En gisteren dachten we, we gaan het lanceren. Dus we zaten er gisteren helemaal <laughs> klaar voor. Van, uh, nou, daarom lag het eruit. <laughs> je <zou> het, uh... <laughs> Wereldwijd lag het eruit omdat de andere precies, kant ging omdat wij gingen lanceren. Ja, <laughs> ja. ja, Nee, lijkt me heel waarschijnlijk inderdaad. Ja. Ja. Hey, ik vind het een mooi stief. ik vind uh, mooie ontwikkelingen. Gezien uh, waar jullie vandaan komen, wa was al heel professioneel, vond ik. En dat je dat nu elke week gaat, uh, gaat doen, ik vind het een, uh, ik vind een hele, hele kunst om dat even te flikken. Um, ik ga je daar heel veel succes bij wensen. Ik ga me meteen abonneren, want ik wil aanstaande zaterdag ja, nummer 1 in de bus hebben. Dus ik heb nog anderhalve dag de tijd, begrijp ja. ik daarvoor. Um, en ik zou ook onze kijkers willen uh, aanmoedigen: abonneer je op de andere krant. Ga naar de um, Goede artikelen, het echte nieuws. Uh, Zelfs als je dat bij ons bij Kaffeebels met tegenkomt. En Sander, ik dank jou voor je komst in de studio. Ja, tot bedankt. De uh, tot de volgende keer.